In de Dossaankazerne in Mechelen, het museum over de Holocaust, kan je momenteel gaan kijken naar The Art of War. Een tentoonstelling is dat waarin kunstenaars de gruwel van oorlog op hun eigen manier aanklagen. In hun werken beschrijven die meestal conflicten uit het verleden, maar het is heel vaak ook nu nog pijnlijk herkenbaar. De gruwel van de oorlog in al zijn facetten. Veel werken die te zien zijn in kazerne Dossijn blikken terug op de Eerste Wereldoorlog. Maar door de thematische opbouw krijgen de beelden iets van alle tijden. We hebben thema's rond de strijd. De strijd, hoe het eraan toe gaat in een slagveld. De steden die gebombardeerd worden en de burgerslachtoffers die dan gemaakt worden bij zo'n bombardementen. En eigenlijk thematische invalshoeken die thema's aan bod brengen van die Eerste Wereldoorlog, maar evengoed van conflict met geweld in het algemeen. Om dat gevoel van alle tijden te vergroten, vroeg Kazerne Dossijn aan belangrijke stemmen van nu om commentaar te geven bij sommige beelden. Zoals bijvoorbeeld door vrouwenrechtenactiviste Daria Safai. Daria Safai, die zelf Iran is moeten verlaten, als vluchteling dan hier terechtgekomen. Zij reageert bij dit beeld van, kijk, dat doet mij denken aan mijn mama. Mijn mama, van wie ik afscheid moest nemen bij het vertrek, bij de vlucht uit Iran en van wie ik niet wist wanneer, hoe, waar zie ik haar nog terug. Veel zwart-wit, wat de rauwheid en de grauwheid van de oorlog nog meer benadrukt. Hier bij Masreel hebben we toch ook deze kleurprenten erbij gehaald. De vluchtelingen, omdat het zo'n impact heeft op... Als je dit ziet, zie je eigenlijk wat wij in het nieuws ook zien vandaag. The Art of War nog tot juli volgend jaar.